Hallo, ik ben Robin en ik ben hier vandaag in de Utopolis van Mechelen. Want we gaan naar de avant-première van Safety First kijken. Maar eerst ga ik eens checken of we Luc, Dirk, Ingrid en Smos hier ergens kunnen vinden. Yes, we hebben iedereen gevonden en we gaan eens kijken wat ze ons te vertellen hebben. Hallo, dag Matteo. Hallo, Asko. Ja, met u. Zeer goed, goeie bril. Dank u. Ik heb een nieuwe bril vandaag. Mag ik dat even zeggen? Dedication of friendship, maar Safety First! Tomorrowland, we are coming to you! Zal ik de film opnemen? Hoe ging dat juist? Is dat, was dat heel anders dan de serie opnemen? Ja, eigenlijk wel. Allee, sowieso, tv en film is echt wel een ander medium. Het spelen is hetzelfde, maar er was iets meer tijd. Ook al hebben we heel erg moeten werken. Maar ja, je neemt minder scènes op een dag op. Met de serie waren dat een stuk of 8 scènes soms op een dag. Voor de film waren dat er 4. Iedereen was even terug onzeker geworden, want we waren, allez, ik zeg niet dat de reeks was vastgeroest, maar gewoon, we begonnen dat wel door te hebben, dat werkte, zo'n aflevering en nog eentje en nog eentje. Dus ik vond het heel leuk dat iedereen onzeker werd, want dat maakt dat de creativiteit terug daar was en dat vond ik super eigenlijk. Zijn er dan momenten dat je jezelf echt herkent in Smos of momenten waarop je zegt van ik ben volledig anders dan mijn personage? Ik denk dat als je iets speelt, dat je, of als je een personage creëert of uitvindt, samen met de regisseur dan weliswaar, dat je altijd op zoek gaat naar de gelijkenissen tussen wat er op papier staat en jezelf. Dus natuurlijk lijk ik op Smos. Smos ben ik. Je mag wel eens zien? Zien, wat moet je dan zien? Dan moet ik eigenlijk, om eerlijk te zijn, dan moet ik dat uittrekken. We zijn hier vandaag om als personage op te draven. Hè. Maar vraag maar, wat is uw vraag? Heeft Smos ondertussen al een vriendinnetje misschien? Smos is nog altijd vrijgezel, dus bij deze een oproep aan alle meisjes. Het nummer staat onderaan op de site, en dan kun je mij bellen. Dan spreken we misschien eens af voor een Red Bull te drinken of zo samen. Wel aan de Red Bull, het zijn de leukste drankjes om te drinken met de Smos. Zo kun je vies goed op dansen. Andy, dat is zo gay. Heb jij iets tegen homofielen? Ja, dat is spreek. Ik zit hier bij Ben Segers of Luc Tourlings. Hallo, Ben. Ja, je mag Luc zeggen, je mag Ben zeggen, je mag Ben Tourlings zeggen of Luc Segers. Dat mag allemaal. De serie op zich, is dat jullie humor ook echt? Deels wel. Ik denk dat we onderling elkaar heel leuk vinden en zeer grappig ook. En ja, persoonlijk, als ik het naar mezelf zie, heb ik altijd zoiets van ja, het kan beter of dit had ik niet moeten doen, ik had misschien beter dat gedaan. Of zo. Dit is Andy. Dag Andy. Och, Ingrid, wauw. Je bent echt een vrouw geworden. Zeg maar zeer. Geen pas nog gecheckt. Luc. Zijn jullie dan blij met het eindresultaat nu van de film? Ik ben een hele gelukkige mens. Echt waar. Ja, we hadden nog één stoem vraag, omdat je zo een verliefd tortelduifje zei in Safety First. Of dat je heel verliefd in onze camera zou willen kijken. Misschien zoals je naar Ingrid zou kijken. Homo, hetero, dat maakt allemaal niet uit. Dat is gelijk wielrennen en veldrijden. Ik ben meer de man van de bergritten. Mijn Dirk die redt als jij naar de modder. Oh. We hebben de film net bekeken en hij was echt supergoed. De verwachtingen lagen superhoog, maar die zijn echt helemaal ingelost. Het gaat over vriendschap en liefde. En het was schattig en goed geacteerd. En super grappig uiteraard. En ik ben ook een klein beetje verliefd op Smos ondertussen. Dus zeker een aanrader vanaf 16 december in de zalen Safety First, the movie. En wil je nog meer flair filmnieuws? Volg ons dan zeker op ons YouTube-kanaal. Hierzo.